We openen vanmiddag het woord van de Heer onze God en wel in Romeinen 8. Romeinen 8, versen 31 tot 39. We lezen daar het woord van de Heer onze God in Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Bedrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Lezen we vraag en antwoord 1 van de catechismus. Ik wil de volgende keer uitgebreider stilstaan bij de tweede vraag. We hebben dat in de catechismus in één zondag gepropt en dat kan. Maar zeker omdat er in onze gemeente ook vragen leven, hè, van hoe moet je dat dan lezen, is de vraag van hoe je tot geloof komt. Wordt dat nou beschreven in vraag en antwoord 2, dus moet je eerst je ellende kennen, dan de Heer Jezus leren kennen en dan als derde komt dan de dankbaarheid of zit dat anders? Leek me goed om daar apart bij stil te staan. Dus vanmiddag alleen de eerste vraag. We lezen daar, wat is uw enige troost, of je mag ook vertalen, hou vast, beide in leven en sterven? Dat is het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mijzelf ben, maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en die mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alles tot mijn zaligheid bijdraagt, dienen moet. Waarmee ook door zijn Heilige Geest mij verzekert van het eeuwige leven, en mij gewillig en bereid maakt om voortaan met hem te leven. Zoals al gezegd, we staan vanmiddag stil bij vraag en antwoord 1 van de catechismus. En als thema boven de preek, veilig in Jezus' armen. Als eerste, ik ben van hem. En als tweede, hij zorgt voor mij. Ja, waar leef jij voor? Wat geeft jouw leven zin? Wat maakt je nu gelukkig in het leven? Dat is de vraag waar de catechismus mee begint. Waar leef jij voor? Wat maakt jou gelukkig? Eigenlijk is het raar dat we die vraag maar weinig aan elkaar stellen. Want iedereen leeft ergens voor. Iedereen heeft wel iets wat maakt dat hij elke morgen zijn bed uitkomt. Iets wat zijn leven zin geeft, iets wat het leven betekenis geeft. En dat waar je voor leeft, ja, dat bepaalt heel veel, misschien wel alles. Ja, dat bepaalt wat je belangrijk vindt in het leven. Dat bepaalt de keuzes die je maakt. Dat bepaalt waar je tijd in investeert. Dat bepaalt wat je gelukkig en blij maakt. Eigenlijk is het heel raar dat we als mensen onderling elkaar maar weinig die vraag stellen. Waar leef jij voor? Als die vraag belangrijk is, als dat zo ons leven veel bepaalt, toch is het goed om vanmiddag die vraag aan onszelf te stellen. Wat maakt nou dat ik elke morgen mijn bed uitkom? Wat is het nu wat mijn leven zin geeft? Waar leef ik voor?
Nou, misschien leef jij om gezien te worden. Dat mensen jou zien staan, dat je ertoe doet. Daarom wil je alles goed doen. Daarom doe je op je werk hard je best. En als je dan een complimentje krijgt, dan geniet je ervan. En als mensen een keer zeggen dat je het niet goed gedaan hebt, nou, dat is voor jou een van de ergste dingen die je in kunt denken. Want je wilt het niet verkeerd doen, je wilt het goed doen. En in relaties met anderen krijg je graag bevestiging. Dat anderen zeggen dat je goed bent. Dat anderen zeggen dat ze om je geven. Dat je er voor hen toe doet. Dat je erbij hoort dat ze van je houden. Maar misschien ben je wel een van die mensen die daarvoor leeft. Die leven om gezien te worden. Om bevestiging te krijgen van anderen. De bevestiging dat ze ertoe doen. Als jij zo leeft, dan heb ik een vraag voor je vanmiddag. Hoe is het nou om zo te leven? Om te leven om gezien te worden. Maakt dat je nou gelukkig? Leven om bevestiging te krijgen, om erbij te horen. Maakt dat je nou gelukkig? Ik denk dat als je eerlijk bent, dat je zult zeggen dat dit je niet echt gelukkig maakt. Want ook al doe je heel hard je best, nou, je wordt niet altijd gezien en gewaardeerd. En soms ervaar je zelfs van de mensen die om je geven afwijzing. En zelfs al krijg je maximale bevestiging van de mensen die van je houden. Nou zeggen die dat je het goed doet. Op een of andere manier is het toch nooit genoeg. Je blijft zoeken naar bevestiging. Je hebt het nodig om steeds opnieuw te horen dat je ertoe doet, dat je erbij hoort. Leven om gezien te worden, dat is een leven wat niet vervult. Dat je niet het geluk brengt wat je zoekt. Nou zegt iemand anders. Ik vind het maar zware kost door leven om bevestiging te ontvangen. Om van anderen te horen dat je ertoe doet. Nou, daar ben ik niet mee bezig. Als je het aan mij vraagt, waar leef je voor? Nou, dan heb ik een veel simpeler antwoord. Ik leef gewoon om het leuk te hebben. Ik heb een leuke baan, ben gelukkig getrouwd. Heb een hecht gezin. En als we dan af en toe ook nog iets extra's hebben, zoals een leuke vakantie of een leuk dagje uit. Of een gezellige avond met onze vrienden. Nou, dan is leven top, toch? Wat moet je dan nog meer willen? Nou, daar valt niet echt veel tegen in te brengen, lijkt het wel. Je leven heeft zin omdat, nou, het is gewoon leuk. Maar wat als je leven niet leuk is? Wat geeft dan je leven zin? Je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen dat je leven zin heeft omdat het leuk is. Kun je makkelijk zeggen. Als je werk hebt wat leuk is, als je een huwelijk hebt wat gelukkig is, als je in je gezin goed is en als je verder niet echt zorg hebt, dan kun je dat makkelijk zeggen. Maar wat als je dat niet hebt? Er zijn mensen hier in de kerk die hun werk niet leuk vinden. Het soort werk wat ze doen vinden ze niet leuk. Of ze hebben wel werk wat op zich leuk is, maar het is zoveel, ze ervaren zoveel stress dat ze er niet van genieten kunnen. Ze kampen met een burn-out. Of long-covid of een andere ziekte waardoor ze niet kunnen werken. Of ze willen wel werken, maar ze zijn werkeloos. Wat nou als je werk wat je hebt niet leuk is? Of als je huwelijk niet leuk is? Er zijn mensen in ons midden die geen gelukkig huwelijk hebben. Een huwelijk vol spanningen. Dat is hard werken, nou, dat is echt niet altijd leuk. Of je bent gescheiden. Je gaat alleen door het leven. Nou, wat als je nou geen leuk, gelukkig huwelijk hebt? Trouwens, leuk als jij een fijn, hecht gezin hebt. Maar wat als je dat niet hebt? Als er nooit kinderen kwamen? Als je alleen gebleven bent? Of omdat je door de scheiding je kinderen niet meer ziet? Of je hebt wel kinderen, maar in je gezin zijn spanningen en zorgen waardoor je er niet van geniet? Nou, wat zou je tegen die mensen zeggen? Als jij de zin van je leven zoekt in het leuk hebben, wat zeg je dan tegen de mensen die leuke dingen niet hebben? Wou je dan beweren dat hun leven zinloos is? Dat zij niet gelukkig kunnen zijn? Want ja, of je nou leuk vindt of niet, dat is een vraag waar je niet omheen kunt.
Het overgrote gedeelte van de mensen hier op aarde, die heeft het niet leuk. Kijk, alleen in Nederland zijn er al heel veel mensen die geen leuk werk hebben. En die geen gelukkig huwelijk hebben. En die geen warm gezin hebben. Die geen geld hebben voor leuke dingen. Of die zorgen hebben in hun dagelijkse leven. En dan staat Nederland nog in de top 10 van gelukkigste landen. Dus de harde werkelijkheid is dat de meeste mensen op aarde heel veel dingen in hun leven hebben die niet leuk zijn. Dus de zin van het leven zoeken in het leuk hebben, dat werkt dus alleen als je heel veel mazzel hebt en alles in je leven is toevallig leuk. En dan kun je natuurlijk denken, nou jammer voor al die andere mensen, voor mij werkt het wel. Ik heb het leuk in mijn leven, genoeg om van te genieten, genoeg om mijn leven zin te zijn, zin te geven, laat mij lekker gelukkig zijn. En ik snap op zich wel dat je dat zegt. Ja, als het voor jou werkt om je geluk te zoeken in de leuke dingen die je hebt, waarom zou je dat dan willen veranderen? Heb ik toch nog één vraag. Is dat geluk wat je hebt dan niet heel kwetsbaar? Als je nou je geluk bouwt op de leuke dingen die je hebt in je leven, is dat eigenlijk niet een hele wankele basis? Nou, neem dat leuke werk wat je hebt. Weet je nou zeker dat je altijd dat leuke werk zult hebben? Wat nou als je ziek wordt en je kunt dat leuke werk niet meer doen? Of als je werkgever failliet gaat en je die leuke baan kwijtraakt? Of als de sfeer op je werk verandert omdat er personeelswisseling is en het werk opeens niet meer zo leuk is, de sfeer? Neem het geluk in je huwelijk en je gezin. Hoe kwetsbaar is dat eigenlijk? Eén ongeluk waarbij je vrouw of je man of je kinderen betrokken zijn. En je gelukkig huwelijk maakt plaats voor verdriet en zorgen. En dat is maar één van de dingen die kan gebeuren met je gezin en met je huwelijk. Er zijn natuurlijk nog veel meer te bedenken. Hoe kwetsbaar is je geluk als het afhangt van leuk werk of een gelukkig huwelijk of dat soort dingen? Er hoeft maar iets te gebeuren en je geluk staat op losse schroeven. Nou, wat dan? Wat geeft dan je leven betekenis? Dan hebben we het alleen nog maar over de omstandigheden die kunnen veranderen. Je werk, je huwelijk, je gezin en zo. Het wordt natuurlijk helemaal spannend als je onder ogen komt dat ook jou wat kan overkomen. Stel eens voor dat je een hersenbloeding krijgt. En gelukkig, je overleeft het. Maar je hebt wel schade opgelopen. Je kunt nog wel denken, maar je gedachten zijn verward. En je aandacht bij een gesprek houden, nou dat lukt niet echt. Je bent steeds je gedachten kwijt. Om de woorden brengen wat je wil zeggen, dat lukt niet meer. En sommige mensen die op bezoek komen, die herken je gelukkig nog wel. Maar ja, sommige ook niet meer. En iets doen, nou dat lukt niet meer. Lopen gaat niet meer. Overdag zetten ze je dan in een rolstoel. En de rest van de tijd lig je op een bed. Zelf eten kun je niet meer, de verzorgende moet je voeren. En je drinken krijg je verdikt naar binnen, omdat je je anders verslikt. Maar stel je nou eens voor dat dat je leven is, dag in dag uit. En je weet één ding, beter wordt het niet meer. Nou, wat heb je dan wat je leven nog zin geeft? Als je daar ligt in een verpleeghuis, heb je dan nog iets wat je houvast geeft? Wat je leven in die situatie waardevol maakt. Nou, zegt iemand die vasthoudend is. Nou, ik denk dat dan de momenten heel kostbaar worden van de mensen die langskomen. Oké, maar hoeveel mensen zullen dat zijn, denk je? Als je nou jaren in zo'n verpleeghuis ligt. Hoe vaak zullen ze langskomen? Eens per week? Een paar keer per week? Elke dag misschien, als je een trouwe man of vrouw of kinderen hebt. Maar laten we van het laatste uitgaan, je krijgt veel bezoek. Elke dag een uurtje. Is dat ene uurtje dan genoeg om je hele dag betekenis te geven? Is dat dan genoeg om die 1380 andere minuten in een dag gelukkig te maken?
Die 1380 minuten dat je alleen in je rolstoel zit of op je bed ligt. Als dat je nou overkomt, wat geeft dan jouw leven geluk? Waar hou je je dan aan vast? Of heb je dan niks wat je houvast geeft? Heb je dan niks meer wat je gelukkig maakt? Wat je leven dan nog zin geeft? En dan nog een stapje verder. Wat als je sterft? Als je sterft, wat heb je dan wat je houvast biedt? Kijk, als je sterven gaat, dan heb je niks aan een volle bankrekening. Of aan een mooi huis, of een dikke auto, of een leuke vriendengroep met wie je veel leuke dingen gedaan hebt. En ook niks aan je diploma's. Of aan je bekendheid en je status en alles wat je bereikt hebt. Dan moet je zelfs de mensen om wie je geeft loslaten. Als je nou sterft, als je alles wat je hier op aarde verzameld hebt los moet laten. Wat hou jij dan over? Heb je dan nog iets wat meegaat? Wat houvast biedt als je sterven gaat? Is er iets wat in alle omstandigheden van je leven je geluk en houvast geeft? Zelfs als je gaat sterven. Nou, onze catechisme zegt op die vraag ja. De Heer Jezus. Als je hem hebt, dan heeft je leven zin, hoe het ook loopt. Of je nu veel leuke dingen hebt in je leven of niet. Of je nu gezien wordt door anderen of niet. Of je leven nu op rolletjes loopt of niet. Als je hem hebt, dan heb je leven betekenis. Dan heb je het geluk dat hij bij je is. Wat de omstandigheden ook zijn. Ja, zelfs in de meest diepe dalen. Zelfs al lig je op een bed in een verpleeghuis en kun je niks meer. Zelfs dan is het goed. Omdat hij ook daar bij je is. En zelfs als je leven over is, als je gaat sterven. Als je alles los moet laten. Als je niets meer hebt om je aan vast te houden. Dan kun je je vasthouden aan hem. Dan kun je getroost sterven. Want je gaat niet alleen een onbekende dood in. Maar hij gaat met je mee. En je weet, als ik mijn ogen hier sluit, doe ik ze open in de hemel, bij hem. Niets geeft zoveel houvast dan horen bij hem, dan te leven met de Heer Jezus. Hij is de enige die je houvast kan geven in leven en sterven. Hoe je leven ook loopt, en één ding weet je van tevoren, het leven loopt nooit helemaal zoals je zou willen. Tegenslagen die horen bij het leven naar Genesis 3. Hoe je leven ook loopt. Je hebt de houvast dat je er niet alleen doorheen hoeft. Want hij is met je. Zelfs als mensen je teleurstellen en je niet helpen kunnen. Nou dan is hij daar. Zelfs al zouden je vader en je moeder je verlaten. Al zou iedereen om wie je geeft je in de steek laten. Dan blijft er altijd iemand over die zegt, ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Hoe hoog je ook opklimt, hoe diep je ook valt, ik ben met je. Ik kende je van voor de grondlegging van de wereld, nog voor de wereld bestond. En ik zal met je zijn tot aan het einde van de wereld, ja, tot een eeuwigheid. Wat je ook maar najaagt hier op aarde, wat je hier op aarde ook maar geluk geeft. De Heer Jezus zegt, ik overstijg het ver. Wie mij heeft, die heeft alles. Als je hoort bij de Heer Jezus, als je hem hebt, dan heb je alles. Niets geeft zoveel geluk dan te horen bij hem. Zeg je het mee met de catechismus? Ik zoek mijn geluk in hem. En als ik hem heb, dan heb ik alles. Als ik hem heb, dan kan ik leven. Als ik hem heb, dan kan ik sterven. Mijn troost, mijn houvast is dat ik een leven en sterven van hem ben. De catechisme zegt het ons voor met de bedoeling dat we het na zouden zeggen. Mijn enige houvast in leven en mijn enige houvast als ik straks ga sterven. Dat is dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Ja, zeg je maar, mag je dat nou zomaar nazeggen? Mag je nou zomaar zeggen dat de Heer Jezus je houvast is in leven en sterven?
Dat is een goede vraag. Dat is een vraag waar je van alles van kunt vinden. Er zijn een hele hoop ook goede theologische redenen aan te dragen om te zeggen dat niet iedereen dat zomaar mag zeggen. Alleen het feit blijft wel dat de Heidelbergse catechismus het de kinderen leert om na te zeggen. De catechismus die is geschreven voor kinderen. De synode van de Nederlandse kerk, de synode van Dordt, die heeft voorgeschreven dat kinderen dit zouden leren. Dus de kerk van de reformatie in Nederland heeft tegen kinderen gezegd, kom, zeg het maar na. Mijn troost in leven en sterven is dat ik het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker. Heer Jezus, zeg dat maar na. En geloof maar wat je zegt, zodat je het na gaat zeggen met je hart. Mijn houvast is dat ik van mijn zaligmaker ben. Even naar de kinderen. Want de catechismus is voor kinderen geschreven. Kijk even naar de kinderen. Jullie hebben allemaal wel eens een vis gezien. Ja, toch? Dat je vader mee ging vissen. Of als je in een aquarium bent. Je hebt allemaal wel eens een keer een vis gezien. Nou, wat gebeurt er nou als je een vis uit het water haalt? Als je een vis uit het water haalt, dan zie je hem zo happen. Hij hapt naar water, want zonder water krijgt hij geen zuurstof binnen. Zonder water gaat hij dood. Een vis die is gemaakt om in het water te leven. Zonder water gaat een vis dood. Nou, zo is het ook met ons mensen. Wij zijn gemaakt om met de Here te leven. Wij zijn gemaakt om met heel ons hart van de Here te houden. En zonder de Here? Nou, zonder de Here word je niet echt gelukkig. Zonder de Here ben je als een vis die uit het water is. Zonder de Here sterf je uiteindelijk. Om echt te leven heb je de Here nodig. Om echt gelukkig te zijn moet je de Here leren kennen en met hem leven. En dan komt de Here vanmiddag naar jou toe en die zegt, nou kom maar. Ik heb het graag dat jij met mij leeft. Kom maar, vertrouw me maar. Met mij kun je leven, bij mij ben je veilig. Wat er ook gebeurt. Hoe veilig? Nou, neem maar even je hand. Dan doe je je duim zo plat tegen je hand. En dan doen we die andere vingers over je hand heen. Zo. Zo is je duim veilig opgeborgen. Nou, zo mag je veilig wegkruipen bij de Heer Jezus. Als je naar de Heer Jezus toe gaat, dan ben je net zo veilig en geborgen als dat je zo je duim hebt opgeborgen. Je vertrouwt op de Heer Jezus, dan is hij altijd bij je. Je hoeft je nergens bang voor te zijn. Als er dan mooie dingen gebeuren in je leven, dan is hij erbij. En als er moeilijke dingen gebeuren, als iemand van wie je houdt ziek is, of als je zelf ziek bent, of als je een keer verdrietig bent, of als je een keer eenzaam voelt, of als mensen lelijk doen tegen je, dan mag je dat allemaal aan de Heer vertellen. Dat geeft zo'n rust. Dat geeft zo'n troost. Als hij erbij is, ja, dan is het goed. Zelfs als je dan gaat sterven, is het goed. Zelfs dan hoef je niet bang te zijn. Want als je sterven gaat, dan is de Heer Jezus erbij. En als je dan God gaat ontmoeten, dan hoef je niet bang te zijn. Want je weet het, de Heer Jezus heeft voor mijn zonde betaald. Al mijn zonden zijn mij vergeven, nou kan ik veilig sterven. Als ik sterf, dan ga ik naar de Here toe. Maar daar nodigt de Heer Jezus je vanmorgen toe uit. Hij zegt, kom maar naar mij toe. Als je bij mij bent, dan ben je veilig. Als je bij mij bent, dan is het goed. Kom maar bij mij, dan ben je veilig. In Jezus' armen. Ja, zegt de jongere. Aan de ene kant lijkt me dat heel mooi. Die geborgenheid die de Heer Jezus geeft. Dat je mag weten dat er altijd iemand is die van je houdt en die je nooit alleen laat. Iemand die je ziet zoals je echt bent. En die je niet afschrijft om je fouten. Maar die al je fouten vergeeft. En dan toch nog van je blijft houden. En je zegt, als ik eerlijk ben, dan zie ik het ook wel. Dat alles hier op aarde een keer voorbij gaat.
dat dat me ten diepste het geluk ook niet kan geven. Maar zeg je, wat de catechismus hier zegt, dat vind ik ingewikkeld. Want als ik bij de Heere Jezus wil horen wat de catechismus dan zegt, dan ben je niet meer van jezelf, maar dan ben je het eigendom van de Heere Jezus. Hij zegt, nou, dat voelt voor mij heel bedreigend. Dan heb ik niet meer zelf de regie in handen. Dan kan ik niet meer zelf mijn leven bepalen. Hij zegt, aan de ene kant wil ik best de Heere zoeken, maar ik wil ook graag de regie in handen houden. Nou, ik snap je punt. Ik denk dat heel veel mensen dat ingewikkeld vinden. Het kan best bedreigend voelen, die oproep om de regie uit handen te geven aan de Heere. Stel je nou eens voor, je hebt een schip. En dat schip dat wil tussen de rotsen door de haven invaren. En je weet, er staat een flinke stroom. En je weet, als ik verkeerd stuur, dan slaan we op de rots en dan gaan we. Als dat de situatie is, is het dan eng om je roer uit handen te geven aan een loods die jou wil helpen om veilig de haven binnen te sturen? Nee, toch? Als zo'n loods met zijn bootje langs zij komt en je aanbiedt om jouw schip de haven binnen te loodsen, nou, dan laai je hem graag aan boord. Dan geef je hem graag het roer van jouw schip uit handen. Dat is helemaal niet eng. Ja, je schip zelf tussen de golven en de rotsen door de haven insturen, dat is pas eng. Je voelt je juist veilig als de loods jouw schip de haven instuurt. Want hij heeft ervaring, hij weet wat hij doet. Hij kan het. Dus het roer uit handen geven, dat wil je alleen niet als je het gevaar niet ziet van de rotsen waartegen je te pletten kunt varen. En het roer uit handen geven, dat is alleen maar eng als je denkt dat jij jouw schip beter kunt besturen dan die loods. Dus stel jezelf de vraag maar als je dat ingewikkeld vindt. Vind je dat nou eng omdat je het gevaar niet ziet? Of vind je dat eng omdat jij denkt dat jij jouw levensschip beter kunt besturen dan de Heer Jezus? Dus vertrouw je hem ten diepste niet. De Heer Jezus komt vanmiddag met zijn loodsbootje langs zij. Hij zegt, zal ik aan boord komen? Zal ik jouw levensschip de veilige haven insturen? Maar misschien nog wel een beter voorbeeld waarom het helemaal niet bedreigend is om je leven uit handen te geven aan de Heer Jezus. Het voorbeeld van de liefde. Ja, want hoe werkt het nou in de liefde? Je vindt de ware, de vonk slaat over, verliefdheid wordt liefde. Nou en dan? Nou, dan komt het moment dat je zo naar elkaar toegegroeid bent. Dat je verder samen door het leven wil gaan. Nou, is dat niet eng? Nou, misschien wel. Samen door het leven gaan, trouwen, daarmee offer je best een hoop vrijheid op. Daarmee raak je de regie over je leven kwijt. Je moet opeens heel veel dingen samen gaan bepalen. Die eerst zelf bepaalde. Je huis inrichten, dat kun je niet doen zoals je zelf wil. Nee, dat doe je samen. En vakanties waarheen je gaat en wanneer je gaat, nou, dat bepaal je niet meer zelf. Dat moet je samen uitzien te komen. En wat je eet, nou, ook dat bepaal je niet meer zelf, dat doe je samen. Dus als je het op een rijtje gaat zetten wat je allemaal niet meer zelf kunt bepalen als je gaat trouwen, nou, dat is nogal wat. Je raakt in één klap de regie over je leven kwijt. En toch doe je dat. Toch doe je het zelfs graag. Je ziet het zelfs als vooruitgang. Waarom? Nou, omdat je de ander lief hebt. En niets maakt zo gelukkig dan met hem of met haar samen te zijn. En daar geef je graag je vrijheid voor op. Daar geef je graag de regie voor uit handen. Nou, zo is het ook met het eigendom zijn van de Heer Jezus. Als je hem lief hebt, dan maakt niets jou zo gelukkig dan samen met hem te zijn. Om bij hem te horen, om met hem samen te zijn. Daar offer je graag je vrijheid voor op. Daar geef je graag de regie over je leven vooruit handen. Waarom? Nou, omdat je hem lief hebt. Dus als jij niet wil dat de Heer Jezus
de regie over jouw handen in handen krijgt. Als je denkt dat je gelukkiger wordt door zelf je leven te bepalen, in plaats van dat door hem te laten bepalen. En dan is het probleem dus niet alleen dat je jezelf overschat. Dat je denkt dat je gelukkig wordt door je eigen inzichten te volgen. En dan is het probleem van jou ook niet dat je de ernst van de zonde niet inziet. En dat je daarom je zonde niet op wil geven. Maar jouw probleem is vooral dat je niet ziet hoe heerlijk de Heer Jezus is. Kijk, de zonde opgeven, dat gaat als je ziet dat Jezus veel beter, veel heerlijker is en je veel gelukkiger maakt dan die zonde. En de regie aan hem uit handen geven, dat gaat als je ziet hoe groot zijn liefde is. Dat zijn liefde oneindig veel beter is dan jezelf alleen door het leven knokken met zelf het stuurwiel in handen. Daarom ga ik vanmiddag niet tegen je preken over hoe slecht de zonde is. Daarom ga ik je ook niet voorhouden over hoe dom het is om zelf gelukkig te willen zijn. Op je eigen manier. En in plaats daarvan roep ik je op, kijk nou eens naar de Heer Jezus. Kijk nu eens naar hoe heerlijk Hij is. Hoe groot zijn liefde is. Als Hij voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Met Hem kan niets je scheiden van de liefde van God. Met Hem ben je gelukkig. Wat het leven ook brengt, want je hebt Hem. Waar mensen je laten vallen, waar mensen je het kunnen tegenvallen, dan laat Hij je nooit vallen. Niets, maar dan ook niets kan je scheiden van de liefde van God. Als je bent met Hem. Hij weet wie je bent. En Hij kent je slechte kanten. Hij kent je fouten. En toch wil Hij met je verder. Toch heeft Hij jou lief. Zie je op Hem. Dan zie je wat echte liefde is. Hij is betrouwbaar. Hij bedriegt je nooit. Hij stelt je nooit teleur. Hij is geduldig met je. Hij rekent je niet af op je fouten. Hij vormt je langzaam, zodat je wordt zoals Hij is. Hij is, nou de bruid in Hooglied die zegt, alles aan Hem is gans begeerlijk. En ze verlangt naar Hem en ze verlangt om bij Hem te zijn. Ze heeft Hem lief. Daarom wil ze Hem toebehoren. Kijk naar wie Jezus is. Dan wordt de regie uit handen geven niet iets engs. Maar dan wordt het een voorrecht. Dan wordt het de vraag niet, hoe durft Hij van mij te verwachten dat ik de regie uit handen geef aan Hem? Dat Hij mij als zijn eigendom wil. Dan wordt het omgedraaid. Dan zeg je vol verwondering, hoe kan het nu? Hoe kan het nu dat Hij mij wil hebben? Hoe kan het nu dat Hij met mij door het leven wil gaan? En als tweede punt, Hij zorgt voor mij. Nou, waarom zou je je aan de Heer Jezus overgeven? Waarom is het nou zo heerlijk om zijn eigendom te zijn? Nou, de catechismus beschrijft dat door 5 dingen te noemen die de Heer Jezus Christus doet. 5 werkwoorden. De catechismus zegt, Hij heeft voor mijn zonde betaald. Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij. Hij verzekert mij van het eeuwige leven. En Hij maakt mij gewillig en bereid om met Hem te leven. Dus het eerste waarom de Heer Jezus zo begeerlijk is, is dat Hij voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Er zit een gedachte achter. De gedachte dat om echt gelukkig te zijn heb je God nodig. Heb ik nodig om in vrede te leven met mijn Schepper. Onderzoek laat zien dat een slechte relatie met ouders levenslange gevolgen heeft voor kinderen. Daar hebben ze heel hun leven lang last van. Nou, zo is het ook met onze relatie met God. Als wij geen goede relatie hebben met onze hemelse Vader, met de God die ons geschapen heeft, dan heeft dat grote negatieve gevolgen voor ons leven. En net als kinderen die een slechte relatie hebben met hun ouders daar verschillend mee omgaan, de een die heeft daar verdriet over en een ander doet alsof het hem niet interesseert zijn ouders en een derde die schopt juist tegen zijn ouders en een vierde probeert zijn ouders te vervangen met iets anders. En de vijfde die doet alsof alles gewoon goed is met zijn ouders, terwijl dat helemaal niet zo is. Maar zo kunnen we ook verschillend omgaan met de slechte relatie met God. We kunnen doen alsof God ons niet interesseert. Of we kunnen schoppen tegen alles wat met God te maken heeft. Of we kunnen proberen Hem te vervangen met andere dingen. Of we kunnen doen alsof het wel goed zit tussen Hem en ons, terwijl dat helemaal niet zo is.
En vul dat maar aan. Maar hoe wij ook omgaan met die slechte relatie met hem, die invloed die dat heeft op ons leven, die blijft er. Zonder God is ons leven een zoektocht naar geluk wat we ten diepste niet gaan vinden. Niets kan de lege plaats van God in ons leven vervangen. Maar jubelt dan iedereen die op de Heer Jezus ziet. Dat heeft hij nu opgelost. Want waar ik niet weet hoe ik God moet vinden, waar ik niet weet hoe ik het met God weer goed moet maken. Want waar moet je beginnen als je God zo lang genegeerd hebt en hem zo op zijn hart getrapt hebt? Waar ik het met God niet meer goed kan maken. Daar heeft hij de relatie met God hersteld. Door al mijn zonden volkomen te betalen. Je moet begrijpen wat de catechismus hier zeggen wil. Denk dan maar aan een scheiding. Maar stel je voor, met een vrouw en je man is van je gescheiden omdat je keer op keer vreemd ging. En daarvoor heb je alles gedaan om je man te treiteren. Je wist dat je man geen vis lustte. En dat er sommige vissoorten waren waar hij echt van over zijn nek ging. Nou, wat deed jij dan? Elke keer als je man thuis kwam uit zijn werk, dan zorgde jij dat het huis stond naar vis. En schepte je zijn bord vol met die ene vis waarvan je wist, als die dier ruikt, gaat hij direct over zijn nek. Nou, zo heb je je man weggetreiterd. Nou, dat is een beetje een beeld van wat wij met God hebben gedaan. We gaan geestelijk gezien vreemd. We geven ons hart aan andere dingen dan aan hem. En dat waar hij van gruwt, waar hij van over zijn nek gaat, de zonde, nou dat doen we. De zonde die wij doen, dat is niet zomaar een overtreding van een regeltje. Met onze zonde treiteren we God. Dus als je heel bewust iets doet waarvan je weet dat God daar een hekel aan hebt, dan zet je dus de relatie met God op het spel. Dan zeg je als het ware, nou God, ik weet dat u hier een hekel aan hebt. En weet je, ik doe het toch. En als je er last van hebt, dan vertrek je maar uit mijn leven. Dan gaat u maar uit mijn leven weg. Nou, dat is hoe wij met God omgaan. We hadden hem niet lief, maar we gaven ons hart aan andere dingen. En willens en wetens kozen we ervoor om dingen te doen waar hij van gruwt. Maar zo leven we gescheiden van God. Maar wat heeft nu onze zaligmaker gedaan? Al die zonden waar God niet mee kan leven, die maken dat hij niet met mij om kan gaan. Die heeft hij nu betaald. Alles wat tussen God en mij instaat, heeft hij uit de weg geruimd. Zodat het weer goed wordt tussen God en mij. Het is weer helemaal goed tussen God en mij. Omdat mijn getrouwe zaligmaker voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Volkomen. Dus er hoeft niks meer bij. Er is niets meer wat tussen God en mij instaat. Niets kan mij meer scheiden van de liefde van God. Niets wat ik gedaan heb en niets wat ik nog zal doen. Kan maken dat hij mij niet meer lief heeft. Want alles is volkomen betaald. Door mijn getrouwe zalig maken. Nou, de Heer Jezus ruimt niet alleen alles uit de weg wat instaat tussen God en mij. Hij maakt me ook los van al het andere waar ik mijn hart aan gegeven heb. Want ik zei het, als God ons hart niet heeft, dan geven we ons hart aan andere dingen. Kijk, als mensen geloven we graag dat we vrij zijn. Als God niet in ons leven is. Dat we dan zelf kunnen bepalen hoe we leven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want als je niet leeft voor God, nou, dan is er wel iets anders waar je voor leeft. Dan is er wel iets anders wat je hart heeft, wat je geluk geeft. Dus in zekere zin kun je zeggen, je bent altijd gebonden. Als je niet gebonden bent aan God, dan ben je wel gebonden aan iets anders. Dan leef je voor je werk, of voor geld verdienen, of voor gezien worden, of voor genieten, of... Er is altijd wel iets waar je voor leeft. Maar van al die machten die de duivel gebruikt om mij van de Heere weg te houden, bevrijdt nu mijn getrouw zalig maken mij. Hij maakt dat de duivel mijn hart niet langer gevangen kan houden. Mijn hart niet langer bij God vandaan kan houden. Door mijn getrouwe zaligmaker ben ik ervan bevrijd. Let trouwens erop hoe de catechismus het zegt. De catechismus spreekt niet makkelijk over de dingen waar je je hart aan geeft als je zonder God leeft. De catechismus noemt dat de heerschappij van de duivel.
Een beeld van heerschappij, dat is het beeld van een heer die eigenaar is van slaven. Nou, zo is het met alles waar je voor leeft buiten God. Je zit er als een slaaf aan vast. Je kunt er niet van loskomen. En als je ermee wil breken, als je gaat proberen om met God te leven, nou, dan kom je wel erachter hoe vast je eraan zit. Je bent als een slaaf die vastzit aan een slechte meester van wie jij niet ontsnappen kan. Maar zegt dan de catechismus, hoe vast ik ook zit aan de zonde. En hoe mijn hart ook het geluk zoekt in andere dingen dan in God. Mijn getrouwe zaligmaker heeft me ervan bevrijd. Hij heeft de macht van de duivel die hij over mij had gebroken. De duivel kan mij niet meer bij God vandaan houden. En zeker, de duivel trekt nog. En soms val ik voor de verleiding. En soms laat ik me meetrekken bij God vandaan. En dan is daar altijd weer mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die mij lostrekt uit zijn strikken. Die mij weer terugbrengt bij God. Want ik hoor bij hem. En niet meer bij de duivel. En dat de Heer Jezus mijn Heer en Meester is, nou, dat laat hij ook zien door voor mij te zorgen. En zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt de Heere voor mij, zegt de catechismus als derde. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd valt. Dus hij leidt mijn leven, hij weert alle kwaad van mij. En als hij dan toch kwaad toelaat in mijn leven, dan doet hij dat altijd met een doel. Dan doet hij dat met het doel niet om mij te straffen of mij te plagen. Maar alles wat in mijn leven moeilijk is, dat dient tot mijn zaligheid, zegt de catechismus. Alles in mijn leven werkt dus mee ten goede. Dus zelfs de tegenslagen, zelfs de moeilijkheden van mijn leven, die zijn geen verhindering in de relatie met God. Maar juist het tegendeel. Alles wat mij overkomt, dat dient ertoe om mijn relatie met God sterker te maken. Om mij dichter bij God te brengen. Om mij meer geluk in hem te leren vinden. En wat als ik soms twijfel? Soms twijfel over het bestaan van God. Twijfel of ik me niet wat inbeeld. Als ik twijfel of ik wel een kind van God ben. En of er wel een eeuwig leven is. En of ik straks in het laatste oordeel wel echt word vrijgesproken. En of mijn toekomst wel is op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Dan zegt de catechismus, alle twijfels waar ik als mens mee vast kan lopen, daar weet hij wel raad mee. Hij wil mij door zijn Heilige Geest verzekeren van het eeuwige leven. Laat hij me weer zien op hem. Dan zie ik weer dat hij alles gedaan heeft om mij een kind van God te maken. Dat hij mijn zonde heeft weggenomen. Dat hij mij lief heeft met een eeuwige leven. Eeuwige liefde, dat hij voor mij zorgt, dat hij mij nooit meer zal verlaten, wat er ook gebeurt. Dat hij mij thuis zal brengen, bij hem op de nieuwe aarde. Daar verzekert hij mij van, door zijn Heilige Geest. Ja, zegt de catechismus, hoe meer ik zie op hem, hoe meer ik nou zie wat hij voor mij gedaan heeft. Hoe meer ik nu zie wat hij mij elke keer weer geeft. Des te meer wil ik voor hem gaan leven. En dat is het bijzondere van geloven. Eerst leef je je leven zonder de Heer, zonder rekening te houden met hem. Of je leefde wel vroom. Uiterlijk gezien deed je wat een goede christen moest doen, maar ja, je deed het niet van harte. Je deed het omdat het zo hoort. Maar nu je Christus leerde kennen, is het anders geworden. Je hebt de Heer Jezus lief gekregen. Je wil graag voor hem leven. En niet dat je er goed in bent, maar het verlangen is er. En het wordt ook zichtbaar. Want het blijft niet alleen bij een verlangen. Sommige dingen veranderen ook in je leven. Sommige zonden verdwijnen uit je leven. En andere dingen die eerst heel belangrijk voor je waren, ze verdwijnen naar de achtergrond. En de Heere komt op de voorgrond te staan in je leven. Hij is belangrijk voor je geworden. Je hebt hem lief. Je wilt voor hem leven. Nou zegt de catechismus, dat doet nou je geliefde zalig maken. Je getrouwe zalig maken. Jouw getrouwe zalig maken, maakt door zijn Heilige Geest jou gewillig om voor hem te leven. En daar maakt hij jou klaar voor, daar bereidt hij je voor. Hij vormt je zodat je in de praktijk gaat brengen wat hij je leert. Hij ontsteekt in je hart een verlangen, een passie.
om voor hem te lijven. Ook dat is iets wat mijn getrouwe zaligmaker mij geeft. Je zou het kunnen samenvatten wat de catechismus hier zegt door te zeggen: mijn getrouwe zaligmaker geeft me alles wat ik nodig heb om met hem te leven. Wat er ook gebeurt in mijn leven, hoe mijn leven ook loopt. En zelfs als het niet meer beter wordt als ik ga sterven. Wat er ook gebeurt, ik hoef niet bang te zijn. Want ik hoor bij de Heer Jezus. Welke storm er ook woedt. Stormen van twijfel, stormen van aanvechting, stormen van zorgen en van moeite. Welke storm er ook woedt, hij houdt mij vast. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden. Zijn liefde blijft mij leiden. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Hij is de vaste rots waarop ik vaststa. Hij is mijn herder die mij door het leven leidt. Hij is mijn vader die voor mij zorgt als voor een kind. Alles wat ik nodig heb om gelukkig te zijn, dat geeft hij mij. Ik ben de gelukkigste op deze aarde. Want ik ben niet meer van mijzelf, maar ik ben van hem. Ik ben veilig, voor eeuwig veilig. In Jezus armen. Amen. Nou, zing als antwoord op de preek uit Psalm 23, het eerste vers. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.